De scholen zijn weer begonnen. Ook bij basisschool Koningshof in de wijk Veltum was het maandagochtend in drukte van belang. De school had een ludieke activiteit op touw gezet om het nieuwe schooljaar in te luiden. Nou, we bedenken ieder jaar iets leuks, een ludieke opening. En we hebben dat vorig jaar wat groter aangepakt en dat is heel goed ontvangen bij ouders. En we zeiden we willen dit jaar ook iets leuks bedenken. Nou, dan ga je bij een startvergadering samen bedenken wat willen we allemaal. En toen dachten we, nou, we gaan een camping opstarten. Het is leuk, de kinderen zien het meteen. En iedereen heeft wat meegenomen, zoals jullie hebben kunnen zien. En nou ja, hoe heet die ook weer? Camping Koningshoeve. Koningshoeve. Is opgestart. Het idee voor de tijdelijke schoolcamping ontstond spontaan. Binnen 5 minuten is het idee ontstaan. En dan op zondagavond over de app komen er nog wat ludieke ideeën over en weer. En dan, nou ja, dan vanochtend om 8 uur, dan hebben we dat zo even opgezet. Ook voor de locatiedirecteur voelt de start van een nieuw schooljaar speciaal. Ja, het is heerlijk. Je voelt dat het weer bruist en iedereen is enthousiast en vrolijk. En ja, het is altijd wel heel erg leuk. Ik kan me zo voorstellen dat al die kinderen vinden het spannend om weer naar school te gaan. Papa's en mama's moeten weer alles regelen 's ochtends. Ja, dus het begin is altijd wel weer heel leuk. Maar ook binnen een half uur weer gewoon normaal en het gaat allemaal gewoon weer door. Henk van Abel is een ouder op in het vak. In zijn schooltijd ging het daar bij het begin van een nieuw schooljaar heel anders aan toe. Als leerling stond ik echt op een tegel met 2 langs elkaar in een strakke rij. En niet buiten de tegel staan, dan had je een probleem. En toen ik zelf leerkracht was, kwamen 200 kinderen allemaal bij die deur naar binnen. Punt. En dan ging je in de klas aan de gang om alles uit te delen enzovoorts. Dus dit is toch wel iets ludieker en creatiever en ook leuker, denk ik, voor de kinderen om op zo'n enthousiaste manier zo naar binnen te kunnen gaan en het schooljaar te beginnen. Voor de interim-directeur was het wel even wennen. Ja, als ik heel eerlijk ben, vanmorgen om 6:45 de wekker afging. Ik denk, gadverderrie. Maar het is niet anders. Maar het is wat Danielle zegt, op het moment dat je bezig bent hier een kwartier, zie je al die bruisende kinderen. En als we direct een kwartier binnen zijn, dan gaat het leven gewoon door zoals we altijd als managementteam bezig zijn. Dus je zit meteen in die rol. Gezellig op de camping, maar ik denk dat het met jullie dit jaar nog gezelliger wordt. Ja. En eenmaal in de klas toosten de 150 kinderen van Koningshof op het begin van een gezellig en leerzaam schooljaar. Nou, dan pak je je beker rust in je hand en dan hou je hem zo omhoog. Waar gaan we op proosten? Op het nieuwe schooljaar. Op het nieuwe schooljaar. Wat willen we in het nieuwe schooljaar? Een nieuwe schooldag. Een nieuwe schooldag. Wat willen we? Dat het leuk wordt. Dat het leuk wordt, vind je goed? Dat we veel leren? Ja, ja, ja. En dat het gezellig wordt? Ja, ja. Proost! 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 Ik heb al niet. Dan zeg je proost, kijk elkaar in baan, hè? Dan zeg je, kijk elkaar proost. En doe je zo? Proost! En op camping de Koningshoeve, daar was het inmiddels weer lekker rustig.